Anouk. Dankjewel. In 2018 werd Anouk Balens de winnares van het RN7-programma Het Streektalent. Het was een nieuwe start van haar muzikale carrière als troubadour, maar daar is inmiddels een abrupt einde aan gekomen. Afgelopen zomer kreeg Balens te horen dat ze kanker heeft en niet meer te genezen is. Doordat de tumor uitgerekend in de buurt van haar stembanden zit, is zingen er inmiddels niet meer bij. Ja, zo zing ik elke dag. Ik breng een traan, ik breng een lach. Ik ben zo dankbaar dat ik zo mijn geld verdienen mag. Hoe gaat het nu met je? Op dit moment gaat het nog goed. Het gaat eigenlijk nog wonderbaarlijk goed, vind ik zelf. En daar ben ik heel blij mee. Ik heb in januari dan moeten kiezen eigenlijk. Ga ik voor de kwaliteit van leven? Of ga ik nog chemokuren aan? En toen heb ik gekozen voor de kwaliteit van het leven. En daar heb ik helemaal geen spijt van. En die kwaliteit van het leven, waaraan merk je dat dan? Wat zijn dingen die je dan dagelijks doet? Zelfstandig opstaan. En zelfstandig weer naar bed kunnen gaan. En alles nog zelfstandig kunnen doen. Ik kan nog auto rijden. Ik kan nog mijn eigen eten klaarmaken. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Want dat is wel een heel angstig beeld wat eraan gaat komen ooit. Ja, kan me voorstellen. En we wisten ook niet dat ik me dan nu nog zo goed zou gaan. Het is iets heel gemeens eigenlijk. Je kan er geen pijl op trekken. Ik noem het echt een sluipschutter. Wat hebben ze een datum gegeven of zo? Een maand? Een indicatierichting? Nee. Dus het is gewoon afwachten? Ja, het is wel. In januari zei ze wel. Ja, maximaal een jaar. Anderhalf. Dus ja. Maar niemand kan zeggen welke uitzaaiing wanneer losbarst. Mm. En dat maakt het zo spannend. Eigenlijk elke ochtend als ik opsta is het spannend. Van, voel ik wat? Of ja, en dan tot nu toe alles wat ik voel gaat ook weer weg. Ja. Dus en daar ben ik nog blij mee. Want soms heb ik wel, van de week had ik even iets in mijn rug dat ik denk, oh, is het dat, is het dat? Toen ben ik ook extra vroeg gaan slapen. Ik dacht, dan weet ik morgen meteen of het er nog is. Mm-hmm. En toen was het de volgende ochtend toch weer weg. Dus dan is dat niet de pijn die doorzet. Ja. Dus. En muziek is eigenlijk altijd wel een beetje een belangrijk iets geweest in jouw leven. Wat betekent muziek voor jou? Ja, muziek betekende eigenlijk. Mm-hmm. Ja, het was mijn vak, het was mijn passie, ik kon er zoveel in kwijt. Ik kon er mijn geld mee verdienen als troubadour. En mede dankzij het streektalent had ik ook weer de passie voor het schrijven van liedjes te pakken gekregen. En zeker toen met de lockdowns, toen kwam ik achter een online soort songwriting, ja, cursus is het niet, maar je kon je met mensen connecten en je kon masterclasses volgen en één-op-één gesprekken met mensen uit de industrie. Ook uit Amerika, Engeland, zelfs uit Italië. Er was goede contacten gelegd. En daarna, vorig jaar, heb ik een schooljaar eigenlijk rondgelopen. Ja, maandagavond, woensdagavond, op de Wisseloord Academy in Hilversum. De Wisseloord was eigenlijk de Abbey Road Studios van Nederland in de jaren 70, 80, 90. En dat is nou ook een Songwriting Producers Academy geworden. En dat is helemaal te gek. En dat ging goed. Ik maakte de contacten. Mensen waren enthousiast. En fijn om te horen. Ja, maar het is allemaal ingestort. Ja. Op het moment, kijk, ik raakte mijn stem al kwijt. En mijn grootste ding was toch wel zingen. En toen ik mijn stem kwijtraakte, raakte ik toch een groot deel kwijt. Maar toen speelde ik nog wel. Toen ik de diagnose kreeg op 7 juni begonnen we te merken dat 7 juni van dit jaar? Van 2023, ja. Logisch. Ja. Toen kregen we het eigenlijk door van het is mis. En 8 augustus was mijn eerste chemokuur. Dus je hebt, en dat is tot en met december doorgegaan, die kuren.
En dan is het echt, ja, je krabbelt op. Je krijgt weer een kuur, je krabbelt op. Dus dan heb je geen... Dan is de muziek weg. Ja. Dan heb je geen gevoel meer. Je hebt geen rust om te schrijven. Want dan soms zit je dan 3-4 uur te schrijven. En dat trek ik niet meer. Nee. En dus nou als ik mijn gitaar pak... Ik doe het nog wel eens, maar dan overvalt me eigenlijk een heel groot gevoel van eenzaamheid en van verdriet, omdat het... Omdat het er niet meer uitkomt. Ja, precies. Ja. En omdat ik eigenlijk ook geen tijd meer heb om ermee te doen wat ik ermee zou hebben willen doen, zeg maar. Dus het is dan één groot, als ik de gitaar pak of achter de piano ga zitten, is het heel verdrietig. Dus waar ik vroeger juist alles kwijt kon in de muziek, kan dat niet meer. I just wanna hold you. Hold you in my arms tonight and see you. Feel you, hear you say you wanna stay with me forever. Zoveel kwijt in de muziek. Ik kon zo lekker zingen en dan zat ik in de auto. Ik reed 25.000 kilometer per jaar als troubadour door het hele land. En dan zat ik lekker in die auto in te zingen. Lekker meezingen met allemaal, ja. En ik kan niet meer zingen. En dat is zo'n stuk van mijn ziel wat al verdwenen is. Dus, maar ik heb nog wel 2 hele kleine liedjes geschreven. Ja, want je had ook een album uitgebracht van 5 liedjes. Ja, ja, want een collega muzikant uit Flevoland, die heeft een bepaalde stichting waarmee ze vooral jonge mensen op weg helpt. Die bijvoorbeeld ook niet genoeg geld hebben om bijvoorbeeld een keer in een studio te gaan zitten. Dus dan is dat een stichting en die laat dan zo'n jonge meid of jonge knul in zo'n studio zitten. En toen zij hoorde van mij, ja, dat was wel heel lief, accordeoniste Caroline in het veld. En die belde me op. Die zei, Anouk, het is ontzettend jammer dat je doodgaat. Maar het zou nog jammerder zijn als jouw liedjes met jou mee zouden sterven. Mooi gezegd wel. Ja, vond ik ook. Dat ik was echt van... Dus het is niet uit medelijden voor mij, maar het is meer uit waardering voor mijn muziek. Die nalatenschap, zoals je zelf ook al zei. Precies, ja. Dus toen hebben we wat heen en weer zitten pingpongen. Ik heb een paar liedjes opgestuurd. Ik had hier demo's ingezongen, zeg maar. Dus ik had, dan een beetje met mijn geknutsel, had ik demo's van die liedjes, maar dus wel ingezongen met mijn oude stem, toen ik nog kon zingen. En toen hebben we 5 liedjes uitgekozen. En... Ja, daar zijn echte muzikanten mee aan de slag gegaan. Echte bassist, echte drummer, echte cellist. Oh, geweldig. En was je daar ook bij aanwezig bij die opnames? Nee, niet bij de opnames, nee. En ze hebben dus mijn stem, mijn oude stem, erop gelegd. Dus ik had alle tracks toegestuurd. Fascinerend. En ja, dus ze hebben precies... Ja, want dan heb je ook de beats per minute. Dus dat kan allemaal precies op elkaar gelegd worden. Dus mijn oude stem weer klinkt daar nog op. En waar is het album te vinden? Het album is te vinden op Spotify. Ja, daar staat echt die 5 uitgewerkte liedjes. Die staan op Spotify. Dus mensen kunnen, als ze zoeken op Anouk Balins en dan The Memory of a Melody, dan komen ze erbij. Zing voor mij. Doe alsof beweeg je. Mond voor mij, toelaat mij vergeten, laat het zijn, een lied voorbij. En wat hoop je dat jouw nalatenschap nu, zeg maar, gaat bereiken? Heb je bepaald iets voor ogen? Nee, ik hoop gewoon dat toch, ja, dat mijn liedjes ergens misschien toch een keer goed terechtkomen. Ik ga ook, als het goed is, nog mijn website, die nou
als troubadour uit de lucht is, ja, ga ik, als het goed is, nog al mijn mp3'tjes opzetten. Dat al de muziek nog altijd te horen is, ook al zijn het allemaal demootjes en allemaal. Ja. Zodat als iemand een keer iets hoort en denkt, hé, maar dit lied past bij mij, dat die persoon het misschien opneemt. En dat dan mijn achterneef, die krijgt auteursrechten. Dus die, ja, dat die misschien nog een keer een leuke vakantie kan of zo. Ja, mooi. Dus, ja. Ja. En je hebt dan ook meegedaan aan het Streektalent in 2018. Hoe kijk je daarop terug? Oh, dat was zo leuk. Ja, dat was voor mij ook echt sowieso een hele stimulans van wauw, ik kan binnen 48 uur een lied schrijven. Mm-hmm. Wat ik later nog vaker, nou, ik heb het niet heel vaak gezongen omdat het toch een heel persoonlijk lied is. Maar ik heb het wel eens gezongen bij feesten. Dat mensen ook iets hadden van wauw. En ik ben er nog steeds heel, heel blij mee. En de videoclip was ook ontzettend leuk. Om met RN7, want het ging over Stefan. En mm-hmm. Stefan blijkt nu te wonen in Amsterdam. Dus toen zijn we Stefan op gaan zoeken. En die goede man had ik ook al 20, 30 jaar niet gezien. Dus dat was gewoon een heel avontuur. En wat vond Stefan ervan dat je een lied over hem had geschreven? Ja, die was helemaal ontroerd. Die was geraakt. En we hebben nou nog steeds contact. Ja, we hebben nog steeds regelmatig. Dus ja, en het was gewoon ook fijn, de hele productie en ook die andere kandidaten. Ik denk dat ik nog met allemaal wel, in ieder geval Facebook-vrienden ben. Mm-hmm. In ieder geval met drie, nee, de vierde ook, ja. Dus het was een heel avontuur waar ik in ieder geval met heel veel plezier op terugkijk. Oh, mooi. En het heeft toen ook echt iets in me losgemaakt van hé. Dus toen begon ik heel langzaam weer meer te schrijven. Zonder passie. Ja. En nu zing ik en ik speel. Ieder feestje krijgt een deel van mijn muzikaal talent. Ja, ik speel in elke tent. En bent u 50 jaar getrouwd? Heeft u een nieuw huis gebouwd? Zoekt u levende muziek? Hier ben ik. Ha, fijn publiek. Wat doe je nu graag in vrije tijd? Omdat muziek maken het ook niet echt meer gaat. Ja. Veel lunchen. Ik ben veel aan het lunchen met mensen. En ik heb nou bijvoorbeeld ook weer dat ik oude films kijk. Ik kijk bijvoorbeeld ook wel regelmatig op YouTube filmpjes. Bijvoorbeeld uit New York, uit 1910. Mm. Zie je allemaal mensen lopen. Allemaal ook heren met hoed. Oh, wat zijn ze belangrijk. Maar ze zijn allemaal dood. Dus dat geeft een soort van troost van, ja, hoe het leven toch doorgaat. Ja. Hoe belangrijk je op het moment ook voelt. Hè, als je dan kijkt naar zo'n New Yorkse straat uit 1910. Ja, iedereen is druk bezig met zijn leven. En nu zijn ze allemaal dood en ik hoor daar straks ook bij. Ja. Dus, en hoe voel je je daarbij als je daaraan denkt, aan doodgaan? Ja, soms natuurlijk heel, heel verdrietig en beangstigend. Mm-hmm. Maar ik zie het ook een beetje als een groot geheim. En dan, soms heb ik wel zoiets van, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik bedoel, ja, miljarden mensen zijn me al voorgegaan. Mm. En nou, ook als ik dan lees dat er iemand is overleden, dan denk ik op dit moment van, die kent het geheim. En ik ken het binnenkort ook. Dus ja, ik accepteer het. Het is zo. Ja, waar ik me aan vasthoud, is een uitspraak van Epicurus. Die zei, de dood gaat ons niet aan. Want als wij er zijn, is de dood er niet. En als de dood er is, zijn wij er niet. En eigenlijk kan ik daar heel veel vrede in vinden, van ik leef nu. Dus de dood is er niet. En straks, als de dood er is, dan ben ik er niet meer. En ik zeg nou van iedereen tot ziens, hè? Misschien dan mm-hmm. daar ergens. Maar als het niet is, is het ook niet erg, want dat weet ik dan niet meer. Dus ik vind, dat is ook een beetje het grote geheim. Van, ik ben benieuwd, wat gaat er gebeuren? Ik ben dan natuurlijk wel af en toe bang voor, soms heel verdrietig. Maar van de andere kant, ik ga er niet tegen vechten, want je verliest. Ja. Dan ben je alleen maar gefrustreerd. Dus
Ik heb ook meteen gezegd toen ik de diagnose kreeg van ik ga er niet tegen vechten. Uh-huh. Maar ik ga er zo lang mogelijk mee leven. En dat geeft ook heel veel rust. Waardoor het misschien ook weer wat langer duurt. Want als je helemaal zo zit, de hele dag van oh, het moet weg. Ja. Uh-huh. En die stress? Die stress kan ook weer misschien tegen je werken. Dus ik ben er redelijk relaxed onder. Soms. En nu zing ik en ik speel iets.